Vijf moeders klagen over slechte zorg bij het vrouw-moeder-kindcentrum van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Volgens hen is de behandeling er ronduit slecht, met soms levensgevaarlijke gevolgen. Eigenlijk ging bij Imke Emons van begin af aan alles mis dat maar mis kon gaan. Ze moest bevallen van een tweeling. De kinderen werden geboren met een spoedkeizersnede. Het was niet goed met haar zoontje. Die was blauw geworden, maar dat weten ze aan. Ja, ze zijn misschien een beetje geschrokken. Het was ook te vroeg, want het waren 33 weken. En dat ging niet heel erg lekker. We hebben een gesprek gekregen, bleek hij een ernstige hartafwijking te hebben. Althans, dat vermoeden hadden ze. Maar normaal gezien was dat op de 20 weken echo gezien moeten zijn en dat was niet. Met spoed werd Xavi naar het ziekenhuis in Utrecht gereden. Daar kreeg hij een open hartoperatie. Hij overleefde, wonder boven wonder. Een week later kreeg hij een blinde darmontsteking, maar ook dat overleefde Xavi. Maar hij dronk niet goed en het was mis met de ontlasting. Hij kwam weer in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven terecht. Alleen ze zeiden, nee, er is niks met zijn buikje. Het is puur dat hij het tussen zijn oortjes heeft, want hij heeft te veel meegemaakt. En jullie hebben ook veel meegemaakt. Dus daar hebben we eigenlijk van 24 december tot 28 februari continu gezeten. En tegen een muur lopen praten dat het niet goed met hem was. Ruim 2 maanden waren Imke en haar echtgenoot iedere dag in het ziekenhuis om Xavi te verplegen. Ondertussen werd hij geobserveerd. Maar verder niks. Tot Imke het zat is. Ik heb gezegd, ik wil dat er nu iets gebeurt. Want dadelijk kan ik mijn kind gaan begraven. Want zo is het gewoon en zo. Ja, ik krijg er kippenvel van als ik eraan denk. Maar wij zaten echt in die situatie. Kinderarts John Aten vertelde volgens Imke Emons een dag later dat hij niet meer verder wilde met ouders die geen vertrouwen in hem hebben. Ze pakt haar kind op en gaat met hem naar Utrecht. Daar werden een blinde darmontsteking en een eiwitlek geconstateerd. Ook de bloedwaardes waren niet goed. Na 4 weken in Utrecht kon Xavi naar huis. Het gaat nu beter, maar met zijn darmen is het nog steeds niet goed. Ja, bij het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, verslaggever Tom van de Oetelaar. Ja, dit is 1 moeder, maar er hebben zich meerdere ouders gemeld, hè? 5 schrijnende verhalen, Cindy, hebben we in totaal opgetekend. Bijvoorbeeld van Linda Willems uit Best. Zij had op zich in september een goede bevalling van haar zoontje Delly. Maar kwam daarna toch met klachten hierachter in het ziekenhuis terecht. En het viel de zuster op dat Delly een beetje blauw zag. Daar is tot 3 keer toe een kinderarts bij geweest, vertelde Linda ons. Tot 3 keer toe en uiteindelijk werd zij met haar zoontje naar huis gestuurd. Ze zijn uiteindelijk met gierende banden en met loeiende sirenes naar het ziekenhuis in Utrecht gereden. Het bleek te gaan om een ernstige hartafwijking. En dat vertelde ze haar in Utrecht, hadden ze hier in Veldhoven moeten zien. Ander verhaal was van Jacqueline Geudens hier uit Veldhoven. Zij kwam met haar zoontje hier terecht in het ziekenhuis. En zij vertelde ons dat ze uiteindelijk bij haar zoontje ernstige darmproblemen over het hoofd hebben gezien. Allemaal schrijnende verhalen dus. En uiteraard hebben we ook het Maxima Medisch Centrum om een verklaring gevraagd. Dat we hier te maken hebben met wat complexere patiënten soms. Dat hoort ook bij de functie die wij hebben. Dus dat er dan af en toe ook het iets niet helemaal goed gaat met een kindje. Dat hoort ook een beetje bij de functie die we hebben. Ja, dat is de reactie dus van het Maxima Medisch Centrum. Tom, nemen de ouders daar genoegen mee? Nee, zeker niet. Kijk, Linda Willems, die is net bevallen, die zegt ik heb op dit moment niet de kracht om te gaan vechten. Maar de moeder van Xavi, die je net hoorde, die is met haar klacht naar de klachtencommissie van het ziekenhuis hier gegaan. Die hebben er gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Ze hebben er ook een schadevergoeding gegeven van €400 voor de parkeerkosten. Daar is Imke de moeder niet mee akkoord gegaan. Zij wil dat de arts op de vingers wordt getikt. En zij heeft morgen vroeg hier in het ziekenhuis met de raad van bestuur een vergadering, een bespreking. En dan komt dit aan de orde. Dankjewel, Tom van de Oetelaar vanuit Veldhoven.